Goedemorgen en welkom weer op mijn YouTube kanaal. Mocht jullie nieuw zijn hier, ik ben Thalisa. Hey, en ik ga een bijt maken. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag is het... Wat zijn we? Maandag. Maandag 4 januari. Ik ben moe. Want ik moet eerlijk zeggen, in mijn weekje verlof... Allee, 10 dagen had ik verlof. Heb ik echt geslapen tot... altijd tot 10:30, 11:00. Zelfs ene keer 11:30. Het is nu 11:45. Ik heb nog niks gegeten, want deze morgen had ik mijn wekker om 9:00. Dus ik ben echt moe. Ik heb al gemonteerd. Wel, en werkdingen gedaan. Ik ga nu ontbijten. Ik heb geprobeerd om te vasten. Dat is iets wat ik meer wil proberen dit jaar. Om pas rond de middag te eten. Maar om 12:30 ga ik naar kantoor. Dus ik dacht, ik ga nu eten. Ik ga gewoon oats eten om mijn vast te breken. Let's pop them in. Ik ga een schep proteïnepoeder in mijn oats doen. En ik wou graag iets van besjes of zo erbij doen, maar we're out. Dus dan moet ik op het lijstje zetten voor de winkel. Ik denk dat ik morgen naar de winkel ga gaan. Dus ja, dat zal hem niet worden. Maar ik kan wel honing erin doen, een beetje. En ja, dat is het, hè. Eens kijken. Dingen hebben we ook niet meer. Peanut butter? Nee. Oké. Dus het zal een saaie oatmeal worden op deze maandagochtend. Eerste maandag van het nieuwe jaar. En ik wil even een paar goals met jullie overlopen. Omdat jullie er wel achter hadden gevraagd wat echt al mijn goals zijn voor het nieuwe jaar. Bij eerste, ik zie het hier liggen. Dit is antidepressiva. Ik neem al 6 jaar. Ja, 6 jaar. Antidepressiva elke dag. Ik heb wel eens afgebouwd naar 1,5. Ik neem wel een hele lage dosis, moet ik er wel bij zetten. Ik neem maar 10 milligram per dag. Dus dat is wel best laag. Want er zijn mensen die 70 nemen of 80 en zo. Dus 10 milligram is wel laag. Maar mijn goal voor dit jaar is om hem helemaal af te bouwen. Ik geef mij sowieso 1,5 jaar de tijd om naar 1,5 te gaan. En dan hoop ik op het 1,5 jaar van 1,5 naar niks meer te gaan. We zullen zien hoe dat gaat lukken. Ik heb hier ook mijn dokter al over gesproken. En we hebben een plan een beetje uitgewerkt om dat af te bouwen. Ik wil zeker niet te snel gaan dat ik herval en dat ik weer mijn angsten niet onder controle heb. Ik neem dit trouwens omdat ik angst heb. Mocht jullie niet weten waarom ik dit allemaal neem, dan zal ik hieronder de video over mijn angst en paniek zetten. Maar het doel is dus om op het einde van het jaar geen antidepressiva meer te nemen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Allee, ik ben niet benieuwd. Dat gaat lukken. Ik stel mijn doel, dus ik ga er ook voor. En het komt helemaal goed. Ik voel het. Oké, dan. Ik heb even mijn notitieboek van het jaar erbij genomen. Deze is van Antwerp Avenue. Ik heb al best veel ingevuld. Ik zal snel laten zien. Ik heb een, misschien raar, maar een woord voor het jaar gekozen voor mij. En mijn woord is shine. Voor 2021. Shine zowel aan de binnenkant als de buitenkant. En positief zijn. En ja, gewoon shine. Shine met de mensen om me heen. En ja, dat is mijn woord. Dan heb ik een paar dankbaarheid dingen opgeschreven. Mijn 2021 goals. Ik wil meer mediteren dit jaar. Ik heb in 2019, denk ik, ben ik daar best wel goed mee begonnen met mediteren. Maar eind 2020 heb ik dat toch wel zo wel laten slabakken. Sinds ik ben komen samenwonen met Niels. Ik weet niet waarom, maar alleszins, dat ga ik terug opnemen.
Mijn goal is ook om de hele maand januari geen alcohol te drinken. We zijn dag 4 en ik heb nog altijd geen alcohol gedronken. Dat is toch wel goed. Want gisteren bijvoorbeeld ben ik gaan wandelen met mijn metekindje voor haar nieuwjaarsbrief. En de mama had wel jenever bij. Dus ik kon easy jenever drinken, want I love jenever, maar ik heb het niet gedaan. Dan, ik wil meer bewegen. Of course, dat staat er elk jaar in. Gezonder eten, die dingen. Maar ik wil wel ook gewoon meer koken. Ik heb 2020 echt wel ontdekt dat ik heel graag kook. Dat ik dat heel ontspannend vind. Dus ik ga daar meer van doen. Ik ga nog meer proberen koken. Gezond koken. Nieuwe gerechtjes vinden. Dat is een beetje een doel van mij. Dan nog een goal. Wat ik hier, ik lees letterlijk wat ik heb geschreven. Gezaag van mensen meer loslaten. Gezaag over stomme kleine dingen. Ik trek mij dat soms aan. Dat gaat daarom niet over mij, maar... Heb ik nu een voorbeeld? Bijvoorbeeld als Niels zaagt over bepaalde dingen waarvan ik denk... over zijn FIFA of zo, waarvan ik denk... Dat heeft geen nut. Ik kan me dat soms wel aantrekken. Maar zo'n dingen wil ik loslaten of gezaag op kantoor of weet ik veel wat. Niet meer tot mij laten komen en gewoon van mij afzetten. Hetzelfde ook als wat niet belangrijk is in mijn leven laten lossen. Als ik bijvoorbeeld vorig jaar heb ik een vriendschap losgelaten. Ik ga niet daarin over detail treden. Maar dat gaf mij niet de energie die ik wou. Dat was heel eenzijdig. Ik stak er heel veel energie in. Ik kreeg geen energie terug. Achter mijn rug werd er geroddeld over mij. Dus ik had zoiets van, let it go. En dat heeft me echt zoveel deugd gedaan. Want ik heb echt beseft dat sommige mensen... Sorry, mijn neus loopt trouwens. Ik zou even snutten. Maar dat sommige mensen gewoon mijn tijd en energie niet waard zijn. En dat kan echt deugd doen. Dus als je in een vriendschap of een relatie zit wat veel te veel van je vraagt. En je denkt van, dit kan ik er niet bij. Of jij steekt er heel veel moeite in, maar je merkt dat er achter je rug bepaalde dingen worden gezegd. En je hoort dat wel van bepaalde mensen. Van dit en dit wordt er over je gezegd door die persoon of personen. Please let it go. Het is echt niet waard. Je moet niet goed doen voor iemand die geen goed doet voor u. Laat het gewoon varen en laat het los. Dat doet echt deugd, believe me. Dan heb ik ook nog opgeschreven, blijven genieten van de kleine dingen zoals ik in 2020 heb gedaan. Ik heb wel echt genoten van kleine dingen in 2020, omdat er niet veel anders kon. En dat wil ik wel echt vasthouden. Ik wil ook meer luisteren naar mijn intuïtie, want dat vertelt mij vaak wel mijn gut feeling, wat juist is voor mij. En soms negeer ik dat. Dan wil ik ook in 2021 zorgend blijven. Ik ben wel een zorgend persoon. Soms is dat ook wel tegen mij gekeerd. Omdat bijvoorbeeld in een relatie of zo, als ik alles deed, maar ook weer, ik kreeg niks terug. Ik was heel zorgend, ik deed alles, maar ik kreeg nooit iets terug. Dat is ook weer met het loslaten van zo'n dingen, wat mij niet serve in 2021. Ja, ik ben zorgend. Ik zorg graag. Ik zorg graag bijvoorbeeld voor Niels of voor de mensen die ik graag zie, voor mijn katten. En ik voel ook bij Niels bijvoorbeeld, krijg ik dat echt terug. Dus ik wil dat gewoon vast blijven houden. En dan staat er ook liefde voor de katjes blijven geven. Dat heb ik ook in 2020 ben ik veel meer thuis geweest met mijn katten. Milky zit hieronder trouwens. Nog meer liefde gekregen omdat ik zoveel thuis was. En dan wil ik ook wel ergens blijven vasthouden. Dus dat zijn mijn goals voor 2021. Dan heb ik ook per maand nog eens mijn goals opgeschreven. Hier is mijn alcohol, geen alcohol challenge. Mijn goals voor januari zijn 5 podcasts luisteren deze maand. Ik heb er al 1 geluisterd. 1 keer per week mediteren. Dat is wat ik eind 2020 deed. Dus ik wil dat zo rustig januari doortrekken. En hopelijk naar 2 brengen.
Drie keer in de week sporten. De gyms zijn nog niet open. Die gaan waarschijnlijk in januari ook nog niet open zijn. Maar boven in ons fitnesske. Daar gaan we straks mee beginnen als Niels thuis is. En dan hele maand geen alcohol. En ik heb nog een boek liggen. Tekens zijn overal. Dat heb ik voor de helft gelezen. En dan ben ik daarin gestopt. Terwijl ik dat wel een heel leuk boek vond. Een interessant boek. Dus ik heb geschreven dat ik dat boek deze maand ga uitlezen. Dat zijn mijn goals. Mijn goals voor januari. Hopelijk hebben jullie hier wat motivatie uit. Ik ga nu mijn ontbijtje maken. Want ik ga een half uur naar kantoor moeten. En ik moet mij nog aandoen. Want ik zit nog in jogging. Dus ik zie jullie waarschijnlijk als ik terug ben van kantoor. Oké, ik ben terug thuis. Het is ondertussen 5 uur. Ik was ook nog heel even naar de Floralux geweest. Ik denk dat ik mijn winkelkar heb gefilmd. Ik ben niet meer zeker, maar ik denk het wel. Ik was even met Celine gegaan. Omdat ik heb al mijn spulletjes weggedaan van kerst buiten mijn kerstboom. Die laat ik nog wel. Ik denk tot het weekend. Ah, maar het weekend ben ik weg. Ik weet nog niet. Alleszins, ik ga die nog een week laten staan. En ik wou weer wat nieuwe dingen. Dus ik dacht, ik ga snel naar de Floralux. Ach, ik heb trouwens iets. Zo'n pukkel of zo. Echt hier in mijn oorschelp. En dat doet echt pijn. En ik heb nog wat spulletjes gehaald. Zoals deze vaas. Die planten had ik al super cute. Deze snijplankjes. Deze had ik ook meegebracht. En Niels is thuis. Jij! Eerste werkdag overleefd. Ik heb honger, hè. Honger? Oei. Ik heb 2 yoghurtjes meegenomen. 2 yoghurtjes, oké. Okay. Er was niks anders. Zullen we direct eten maken? Goed. Yoghurt. Wat gaan we doen? Dan zal ik zelfs eten maken. Yay. En ik had ook nog dit van de Floralux. Die plaat, de kaars. Deze kaarsenhouder. Die kaars die erin zit had ik al. Dat is trouwens een elektrische. En deze vaas, die bloemen, had ik ook al. Dus ja, yeah. I'm happy. We hebben een workout gedaan. We gaan eten. We hebben beef wraps. Fake beef zeker, hè? Veggie wraps eigenlijk. Fake. Van HelloFresh. Snap. Snap vlees. Snap. Nee, Milky, dat is niks vlees. Voor u. Nee, Milky. Dat is niet voor vleeseters zoals jij, hoor. Nee. Ondertussen ben ik deze vlog aan het editen. With my boy. En gaan we hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En tot maandag!